ik denk als de landschapsarchitect toen had gedacht dat het park zo beroemd zou worden en zo bekend zou worden, had hij het nooit geloofd. Daarentegen, Vincent van Gogh heeft geloof ik in heel zijn leven maar één schilderij verkocht en had ook nooit gedacht dat zijn schilderijen zo belangrijk zouden worden 125 jaar later. Een grasje wat zeg maar vooral heel erg bewegelijk is. Dus als waardoor dat ook zo meteen echt als een wuivend, dat wat we ook ons voorstellen bij Van Gogh, als die daar... En die grassen blijven kleurstabiel, dus dat gaat ook nog wel een hele periode mee. Ja, ja, ik vind het echt fantastisch. En 10 bij 10, ja, als je ginds gaat staan, dan lijkt het niet groot, maar als je het moet volplanten, dan is het een heel vak. Ja. En die donkere band wordt dan bijvoorbeeld bereikt door net iets dichter te planten dan aan de buitenkant. Ja, ja. Dan zie je dat zijn er niet zo'n plantjes zien. En hier is het.